Zo, de DD2 en de Master, nou dat is er dan maar één. Dat is Dennis Kroes, is van start. De 125cc schakel, oftewel de Rotax DD2 en DD2 Master, die zijn er vandoor. En het is dan met start nummer 7. Start nummer 7 is Lorenzo van Riet. Waar zit Roy Bakker? Roy Bakker zit ergens midden in het veld. En hij ging net als tweede ging hij over de lijn. En dan nu zit hij als, volgens mij kan ik het nog niet zien, als hij straks uit het Mickey Mouse gedeelte komt, is hij dan volgens mij derde. Ja, de klasse, de DD2 klasse, die rijdt dan nu de DD2, de DD2 Master. En we hebben het al eerder geroepen vandaag. En misschien is het de man ontgaan. Hij stelt de vraag wederom. Maar goed, dat is niet erg. Daar geven we lekker antwoord op. En je hebt de DD2 en de DD2 Master. Dat is, de ene is voor het jeugdige gedeelte. De andere voor de wat meer zwaardere rijders. Er zijn ook andere gewichten aan verbonden. Ik ken ze niet exact allemaal uit mijn hoofd. Maar de DD2 Master is zwaarder dan de DD2. Dan hebben we natuurlijk ook uiteraard welke klasse. Nou, dat hebben we dan net genoemd. En heb je ook een kinderkart voor beneden de 1000 euro? Ja, die heb je. En die kun je ook aanschaffen wanneer je dat zou willen. En je woont in de buurt van Lelystad en je wilt je kleinkind of je kind wil die leren karten. Nou, beneden de 600 zit je al gebakken daar. En die kun je, nadien kan je die ook weer inruilen. En beneden de 1000 euro is een parolin is daar te koop. Kunnen viertakblokken zitten daar op. En ook hebben ze het aantrekkelijk gehouden door de banden niet van regenbanden te voorzien. Maar gewoon op sliks te leren. Zodat je op sliks ook leert rijden. Ja, het Mickey Mouse gedeelte, dat is gewoon een naam die eraan gegeven is door de rijders, door de organisatie. En ook straks krijgen we natuurlijk, zeker op Bergen krijgen we te maken. Dat is het andere circuit, dat ligt vlakbij Os in de buurt. En krijgen we te maken met een bepaalde layouts. En de layouts die veranderen ook per wedstrijd, de ene en de andere. Er zijn een aantal layouts die daar voor liggen. Maar dat zal ik u zeker toelichten zodra we op Bergen zijn. Nou, we zijn er nu dan met de finale zijn we van start gegaan met de live streaming, gesponsord door KCL, Kart Club Lelystad, de kartbaan, het kartcentrum Lelystad en Acer uit 's-Hertogenbosch. De computerleverancier wordt uitgevoerd door Koen de Meester. Daar is de koploper Lorenzo van Riet. Dan heb je Dennis Kroes met sterke Roy Bakker, Imke Arts en Westerlaken, Jeffrey van Dichelen en Menno van Es. Daar is hij. Een vierde ronde is hij inmiddels ook ingegaan. Het is het circuit voor diegenen die het niet weten waar we nu zijn. Waar we ons bevinden en wat u ook op het internet ziet is... op Landsaard. En Landsaard dat ligt tegen het vliegveld van Eindhoven aan. Achter het vliegveld van Eindhoven. Ligt ook naast de basis waar ook rijopleidingen van het leger gegeven worden. Daar heb je ook nog een watergebied waar je eventueel met boten kunt varen. Dat klopt. Hij vroeg of de Lorenzo van Riet, waar vandaag we al eerder ook over spraken, of die ook coureur was. Ja, dat klopt, want die reed ook vroeger reed in de Renault Clio's. Reed die. En hij heeft zelfs ook in Monaco gereden als voorrace van de Formule 1. En ook op Zandvoort natuurlijk. Pim van Riet is gewoon een begrip. Als je dat daar laat vallen, dan... weet je, dat is ongeveer hetzelfde als dat je Dobla zegt en je hebt het over chocola. Heb je over Pim van Riet en racen.
Nou, dat zijn twee dingen die bij elkaar horen. En zeker op Zandvoort en zeker op de circuits internationaal en nationaal is dat gewoon een begrip van Riet. Lorenzo van Riet, zijn zoon. En we gaan eens even terug naar de wedstrijd. Maar Lorenzo heeft al een gat geslagen van 5,9 seconden. Dan vinden we daar op de tweede plaats is het Dennis Kroes. Dat was Dennis Kroes, maar dat is hij niet meer. Want die is verhuisd naar een vierde plaats. De man op de master. De hekkensluiter is op dit moment de nummer 17. Dat is Menno van Es. Daar is de nummer 1, Lorenzo van Riet. Dan wachten we op de nummer 2. Daar komt hij aan. En dat gaat niet lang duren met de nummer 23. Dat Roy Bakker zijn slag zal slaan. Tuurlijk. Of je ook kan huurkarten op Eindhoven. Dat kun je ook hier. Maar dat kun je ook op het kartcentrum Lelystad. Dat kun je ook op Ulrum. Op Ulrum kun je ook karten. Dus in het hoge noorden heb je ook een buitenkartbaan. Laten we dat wel even duidelijk maken. Buitenkartbaan. Dan hebben we natuurlijk Rodenburg. Pottendijk. Piet Rodenburg heeft ook nog een buitenbaan. Daar natuurlijk ook het nieuwe doek hangt van wie is de volgende Max. Op alle 14 buitenbanen van Nederland. Daar hangt het inmiddels. Wie wordt de nieuwe Max van Nederland? Het is wel goed dat hij een korte naam had. Dat is wel makkelijk. Zeker in het verhaal als we het over marketing hebben. Een korte en krachtige naam die moeilijk af te korten is ook. Je kan moeilijk roepen van mama, kom eens. Nee, het is Max. Max, kom eens. Dus dat moet ik hem ook nog eens een keertje. Dat heeft hij ook nog wel mooi mee. En nou, qua rijden kan dit ook wel aardig. Goed, dus even verder te gaan. Hebben we dat natuurlijk uiteraard op Emmen kun je huurkart. We hebben op Lelystad hebben we huurkart. We hebben Bergen en Os. Ulrum en ook niet te vergeten Vaals. Daar hebben we ook nog een heel klein huurkartbaantje. En op Texel is ook een heel klein huurkartbaantje. Waar ook nog wel eens een wedstrijdje heel voorzichtig gehouden wordt. Maar we zijn nu bezig hier op Landsaard. Lorenzo van Riet heeft de leiding. 9,4 seconden heeft hij voorsprong. Ja, dat Dobla finish is, dat klopt. En het is, als we dan toch over wereldkampioenschappen mogen spreken, hij was degene die dan ook ervoor zorgt dat we vandaag ook live de beelden kunnen zien van de Nederlandse kampioenschappen. En Dobla heeft er dan in naam van het kartcentrum Lelystad, het is de achterdeur, kom je binnen en dan kom je in een prachtig mooi paleis. En daar staat dan een wereldkampioen Haasnoot. En Haasnoot is de wereldkampioen patisserie. Dan niet in karten. Maar goed, de man heeft een warm hart voor het karten. En zorgt ervoor dat opa en oma van ons dan thuis deze kartsport, zeker deze wedstrijden, kunnen bekijken. Waarvoor heel veel dank uiteraard. Maar we hebben nog een strijd te gaan. Op dit moment is het Roy Bakker dan op een... Kijk. Ja, prachtig mooi zeg. Bakker op een tweede plaats. Bakker nu op een tweede plaats en hij moet nu wegkomen bij Sterken. Het was heel even was het Kroes. Maar de rollen zijn een beetje veranderd, zeker in de achtervolging bij de DD2. Roy Bakker. En ja, het is zelfs Imke Arts die achter Bakker aan zit. Imke Arts, de dochter van het Instra bedrijfswageninrichting bedrijf. Hier op een... Ook hij is al vaker dagsponsor geweest. Maar vandaag is het Acer. En de klassensponsor is ABC uit Uden. Garagebedrijf voor de Renault en de diagnose. En nu zit Imke Arts vlak achter Roy Bakker. Roy Bakker rijdt voor CRG Holland, maar ook in karts. En er zijn natuurlijk Chris Sterke ook, komt ook uit op een CRG. Dat betekent toch wel dat de mannen het zeer goed voor elkaar hebben in deze klasse. En Lorenzo van Riet, daar kun je een Formule K, staat er achter zijn naam, ik weet alleen niet of het zo is,
dat hij op de kleur lijkt er wel op. De frame waar hij op rijdt. Van Riet op 1, Bakker op 2 en Imke Arts op een derde plek op dit moment. Met nog 2,5 minuut te gaan. Daar is de man, de Menno van Es, met Jeffrey Dichelen. In de vierde ronde was het al beurt met hem. Met start nog een 59. Lag in ieder geval licht Lorenzo van Riet met start nummer 7 op een eerste plek. Een tweede is Roy Bakker met start nummer 1. Imke Arts, ja, direct in de achtervolging bij Roy Bakker. We zullen het zien. Ja, daar is ze. Lorenzo van Riet, nog steeds de leiding. En we gaan naar Bakker en Imke Arts. En ja, ze volgt toch echt heel goed hoor, moet ik zeggen. Deze dame, die is dit jaar, het eerste jaar, dat Imke Arts met de kart hier rondrijdt. Nou, niet met een kart rondrijdt, maar wel met een DD2 in een wedstrijdverband. Imke Arts is ook degene die altijd de kart bestuurt met... Imke Arts is ook degene die de kart bestuurt met de Racing Against Cancer, waar we de kinderen allemaal een groot plezier mee doen. Straks hebben we dat evenement natuurlijk ook in Assen. Daar komt het kidsverhaal komt ook weer daar naar Assen toe met een prachtig mooi circuitje. Kunnen de kinderen leren en met de kartsport kennis te maken. En dan op een hele mooie dag op het Assense circuit. Exclusieve auto's, motoren en quads. Nou, wat je maar kan bedenken. Kind blij mee kan maken, gebeurt op Assen. En Imke Arts is er daar een van, die heeft dan een tweezitter. Ja, de man vraagt of het 2 of 4-takt is. Ja, volgende week hebben we de 4-takt en vandaag hebben we de 2-takt. Dat vraagt hij in. Wat 15 juli is de circuitdag op Assen. Zo geeft de man aan Racing Against Cancer op Assen. En daar kun je altijd als vrijwilliger kun je aanmelden bij Racing Against Cancer. En dan kun je naar die dag toekomen om hulp te bieden daar waar nodig is. En ook dat is een prachtig evenement. Politie, leger, het hele rattenplan. Iedereen, alles trekken we uit de kast. Om het de kinderen, naar, en zeker ook de broers en zusjes, het naar de zin te maken. Goed, we gaan dus verder weg. We gaan Lorenzo van Riet. Lorenzo van Riet op 1. Roy Bakker op 2. Imke Arts op 3. Dan vinden we Dennis Kroes met Chris Sterke, Westerlaken, Menno van Es. Dat is de tot 1 tot en met 7, de volgorde. Dan zitten we in de allerlaatste ronde. De allerlaatste ronde zitten we dan nu op. Nou, ik kan merken die man dat hij echt in de bonbon zit. Hij vraagt of het stalen bumpers zijn. Ja, die zaten vroeger op oude Chevrolet, meneer Dontje. En die zitten niet op deze kast, die is gewoon plastic. Ze hebben nieuwe uitgevonden, die kan naar voren klappen en dan ben je er klaar mee. Die hebben we gelukkig in Nederland nog niet. Die vervelende bumpers
die ze internationaal gebruiken, waar je 30 seconden mee aan je broek krijgt. Nou, het zijn gebeuren. Goed, we gaan verder. Kijk, daar is het. Einde van het verhaal. Daar is Lorenzo van Riet. Dan wachten we op Roy Bakker. Roy Bakker met Imke Arts samen. Is het Roy Bakker? Dat zal toch Roy Bakker wel zijn. Die dan hier eens kijken of die zijn... Ja, tweede plaats. Waar is Imke? Daar is ze. Daar is Imke Arts. Dus is Chris Sterke, Dennis Kroes, Imke Arts. Waar ben je? Met startnummer 21. Ik zie er nog niet komen. Nee, ze zit er volgens mij niet meer bij. Westerlaken is het dan. Op 6 en 7 is het Menno van Es.